Gemeente, namens de kerkraad maak ik u het volgende bekend. Volgende week zondag 14 april hoopt om 10 en om 5 uur u voor te gaan dominee J. van Walsum. En dan de overige mededelingen. Onze predikant heeft een korte tijd pastorale zorg verleend rondom het overlijden van iemand buiten onze gemeente en donderdag de begrafenisdienst geleid. We zijn dankbaar dat we op deze manier iets hebben kunnen betekenen voor iemand die geen kerkelijke binding heeft, wel in de wetenschap dat er daardoor onvoldoende tijd zou zijn om in de dienst van vanmorgen voor te bereiden. Dat is de reden dat ik vandaag in beide diensten mag voorgaan. Met betrekking tot de ambtsdragersverkiezing, deze tweede bekendmaken die eigenlijk op 24 maart jongstleden had moeten worden gedaan, we doen het daarom nu alsnog door de gemeente is verkozen voor de vacature van ouderling broeder R.D.'s en voor de vacature van diaken broeder Haasok. Beide broeders mochten het ambt aanvaarden. De bevestiging zal plaatsvinden in de ochtenddienst van 21 april. En na de dienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Ook eventuele gasten zijn hartelijk welkom. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren. En het 11e vers, behoud ons Heere der legermachten, 1 en 11 van Psalm 80.
We luisteren allereerst naar de heilige wet van de Heere. Zingen daarna uit Psalm 77, vers 11. De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. Het 11e van 77. En daarna lezen we uit de Hebreeënbrief het 13e hoofdstuk. De schriftlezing is Hebreeën 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
lezen het woord van de Heer in Hebreeën 13 aldus. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt de gevangenen alsof gij medegevangen waart. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof ge ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. We hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienden. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zal heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, opdat, want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwig testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaak u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mocht doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, terwijlke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, vertraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, u groeten die van Italië zijn. De genade
zijn met u allen. Amen. De tekstwoorden voor de prediking is uit het voorgelezen gedeelte, vers 20, waar we lezen: de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwig des de mens uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, tot zover. Wanneer we de Heer zijn zegen gaan bidden bij de bediening van het woord, dan willen we in onze voorbeden denken onze broeder M.L. Hendriksen, die 96 jaar mocht worden. Dankzegging voor broeder en zuster Van der Mel. Afgelopen maandag zijn er geen bijzonderheden gevonden en elke voelt zich weer goed. En ook de familie Kwant, waar dominee Kwant in de achterliggende week is overleden. Ik wil ook denken aan de familie Procé in Canada, die, zover we het gisteren vernamen, voor de poorten van de eeuwigheid ligt. We willen samen bidden. Heere, die de eeuwige bent en die in de tijd gekomen bent omdat u mens wilde worden en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen bent. Dat zijn bekende woorden die de kerk van de reformatie op grond van uw eigen woord, o grote Christus, heeft vastgelegd in het formulier waar, als onze kindertjes geboren zijn, bij de doop van staan, de ouders die hun kinderen ten doop houden, dat belijden uit ons kan geen goed voortkomen. Terwijl alles wat uit uw hand is voortgekomen, zeer goed was. Wat zijn wij diep gevallen, Heer, en wat zien we nu de gevolgen daarvan in de wereld rondom ons, dat grote wereld gebeuren. We zien het in onze eigen gezinten, in het kerkelijke leven. Dat ouders hun kinderen niet verstaan en kinderen deze tijd soms niet eens meer de taal van hun ouders verstaan. Laat staan de taal van uw goddelijke woord. En hebben we allemaal hetzelfde nodig, Heere, dat u met uw Heilige Geest tot ons komt. En dat heeft u beloofd te zullen doen. En u heeft het getoond. Toen dat verschrikkelijke in het leven is gebeurd, dat de kerk van het Nieuwe Testament hun hoofd is kwijtgeraakt. De voorganger, de voorloper, de voleinder van het geloof. En toen ze op die verschrikkelijke vrijdag, waar al het goede hen ontviel, omdat niemand goed is dan u alleen, hebt u ze in die weg van beproeving van het geloof geleerd dat de Christus alzo lijden moest en tot zijn heerlijkheid moest ingaan, opdat hij op de derde dag zou mogen opstaan uit de doden. Wat is dat een heerlijk getuigenis, Heere, wat wij niet geloven. Zelfs uw eerste discipelen hebben bij hun emotie geleefd. En dat kan toch ook niet anders, Heere, omdat we mensen zijn, maar om bij het woord te leven. Dat hebben ze nodig gehad toen u dat woord ging verklaren. En met uw geest die enige troost in leven en sterven voor die blinde zielsogen, betraand wellicht, betroefd, neergebogen. En er zullen onder ons zijn die dat weten wat dat is. Maar ook dat heerlijke, dat u zich hebt geopenbaard. Beschreven, Heer, opdat wij nu bij de schrift zouden leven. En dat u dat vanmorgen wil geven.
dat we eenvoudig de schrift weer mochten lezen van hem die het profetische woord is en die belooft dezelfde te zullen zijn tot de dag van uw wederkomst. En daarom bidden we, Heere, mag het zo in deze eerste tijd naar die heerlijke gedenkdagen van uw opstanding uit de doden. En ook als de gang naar het graf weer werd gemaakt, ook in het midden van de gemeente. Onze ambtsbroeder, dominee Hofnagel, die uit de christelijke barmhartigheid mocht begeleiden en mocht spreken. En dat woord mocht zaaien, laat het tot zegen zijn. Of ook anderen in het midden van de gemeente, die zo terstond na Pasen gezien hebben dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u de eerste en de laatste bent en spreekt door de omstandigheden, maar bijzonder spreekt tot het hart. Door uw eigen woord en getuigenis, laat er weerklank mogen zijn. Ook als er onder ons zullen zijn, kort of lang geleden, die geliefden niet hebben afgestaan aan de dood, we hebben mogen overgeven in uw barmhartige en milde handen en beseffen dat ze ons slechts zijn voorgegaan, omdat u ze eerder hebt geroepen tot de zaligheid. Mag het zijn, Heere, dat het voor ons allemaal zal gelden. Wellicht voor het eerst of bij vernieuwing dat u roept en dat u getrouw bent, dat u het ook doen zult. En als die laatste vijand er nog wel. En dan mogen we ook om bidden dat hij die overwonnen is, en bijzonder uw volk en uw kinderen, het zo benauwd kan maken, omdat vlees niet kan missen, dat ook dan mogen zien dat u met uw goede geest hen niet kunt missen die u van de Vader gekregen hebt en die u dwars door de nood opneemt in uw schoot. Zoals u het zelf verteld hebt, o grote Christus, dat die wereldwijze en die rijken, die geen arme zondaren waren, die geen betelend leven hebben gekend, dat die hun ogen opgeslagen hebben in de hel en de pijn, maar dat Lazarus mocht zijn bij u. Wat is een heerlijke plaats geweest, dat zelfs de apostel de liefde mocht zeggen, toen ben ik alles vergeten. De mede-aanzittende, de mede-reizigers, zelfs vergeten wat u had gezegd, dat een van hen u verraden zou. Ik kon zich alleen nog maar herinneren dat hij aan uw hart heeft gelegen en uw stem heeft gehoord en dat hij uit uw handen heeft ontvangen teerkost op de levensreis. Mag het zo gezegd worden tot ons allen dat we zullen voorttrekken, maar we ook mogen weten waar het einde van de reis heen zal gaan. Geef dat daar de prediking van morgen licht op het pad mag schenken. Gedenkt u ze, Heere, die ziek en gebrekkig zijn. Soms pijn in het lichaam. Soms dat je je eigen ziel niet eens kunt begrijpen. En met Psalm 42 jezelf tot de orde moet roepen. Mag het ook zijn dat het hopen op u er zal zijn. Die levende hoop. Die het hart wat zo koud kan zijn weer in liefde doet branden en het geloof laat geloven. Daarom dank u ook, Heere, dat broeder zuster van de Mel na de schrik van de achterliggende week weer verblijd zijn dat u het goed hebt gemaakt. Maak het ook de komende maanden verder goed, verblijd, Heere. En dat we ook mogen zien dat u die nieuw leven geeft, ook het nieuwe leven op uw tijd wil schenken. Opdat er die zorg mag zijn, geef dat ook alle ouderen en grootouders, als we ouder mogen zijn en grootouder mogen zijn, dan ook zullen beseffen dat het leven kort
en broos is. En dat er een goed getuigenis van u mag uitgaan. En daarom bidden we, Heer, voor de gedachtenis onze overleden ambtsbroeder Dominic Kwant, die in het kerkelijke leven veel heeft mogen betekenen, maar ook beseft heeft de laatste maanden in de wijngaard. En dat ook een ambtsdrager gezet is om te sterven, maar die in u geborgen mag zijn, zich veilig mag weten en laat dan ook de troost er mogen zijn voor zijn nageslacht. Voor het kerkelijke leven, waar we u belijden dat we van het heilspoor zijn afgegaan. Dat we als kerken in een crisis zijn. Wilt u uitkomsten geven, Heren? Wij die de weg niet weten, onze ogen zijn op u. We bidden, Heren, evenzeer voor broeder Hendriksen, die al zo oud mocht worden. Laat het licht zijn ten tijde des avonds, ook als hij verzorgd wordt en wellicht ook zich niet zo kan uiten. Of althans, dat wij niet kunnen verstaan wat er diepst in zijn ziel leeft. U kent zijn hart. Maak het wel, opdat als we het beseffen dat het einde nabij is, er een weg is van hem waarvan we gelezen hebben, die gisteren en heden dezelfde zal zijn tot in de eeuwigheid. En daarom mogen we ook onze vriend en broeder Procé in uw handen leggen, waar in de achterliggende week de kinderen bijeen zijn gekomen om afscheid te nemen van vader, waar de ziekte zich zo snel heeft doorgezet, dat we ook niet weten of hij nog hier onder zijn geliefde mag zijn, met ziel en lichaam beide. Mag het ook zijn dat u een beter lot hebt bereid. En het zegt tot ons allen, geef bevel aan uw huis. Want als we dan zullen sterven, dan mag het in vrede zijn. Wat hebben we veel te vragen, Heren? En al het andere waar u ook vanmiddag nog de gelegenheid voor geeft om het u te benoemen, we mogen het nu al in uw handen leggen. Maar vanmorgen als gemeente bidden we, laat het goed mogen zijn om rondom uw woord onze noden u bekend te maken en dat u een antwoord wil geven. Mild en overvloedig. Hoor ons gebed, Heren. Als u ons roept om te spreken, dat luisteren. Mag uw koninkrijk worden uitgebreid. Uw volk en kinderen worden versterkt. En hen die buiten staan, dat ze mogen ingaan door de poorten in de stad. Leid ons in uw waarheid. Wij belijden dat niet verdiend te hebben. Maar we zien op het gestorte borgbloed en wij smeken nu, mag het gaan spreken, betere dingen dan het bloed van Abel. Hoort u ons uit genade om hem die gestorven is vanwege onze onrechtigheden, maar opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 68. Daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En het tiende gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, 5 en 10.
Laten we straks na het amen van de prediking uit Psalm 95, het vierde vers, zingen. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. En na die prachtige dag van gisteren, gemeente, waar op vele plaatsen in het land de veehouders de schapen weer naar buiten lieten gaan. En die jongens en meisjes hebben gezien dat zo'n moederschaap nog wel herinnert van vroeger. Hoe heerlijk dat nieuwe gras is. En die kleine lammetjes moeder uiteraard volgen. En nog wat ongewend aan dat nieuwe gras snuffelen. We moeten niet vergeten dat daar een herder is. Laat ze dan die veehouder heten. Mensen waar heel hun bestaan van afhangt. In het achterliggende seizoen. Grote zorgen hebben gehad. En ook misschien het komende seizoen wel weer. Vanwege een verschrikkelijk virus. Dat niet
alleen maar de moederschapen dood. Er ook voor zorgt dat er geen lammetjes meer zullen zijn. Dat die gezorgd heeft in de achterliggende maanden, toen die kleine lammetjes in de stal werden geboren. En dat ze nu weliswaar met vrees in het hart van zo'n schapenhouder denkt, hoe zal het gaan? Hoeveel te meer vanmorgen, gemeente, mogen we nu zien naar de grote herder van de schapen. En hij belooft een zegen voor de tijd en voor de eeuwigheid. We willen gaan luisteren onder het beeld waar de tekst ons van spreekt. De zegen van de grote herder. We allereerst luisteren wat hij hier zegt naar zijn stem. In tweede plaats willen we hem volgen als hij zijn stappen zet, dat hij een weg baant. In de tweede plaats horen we zijn stap. En ten derde mogen we letten op zijn hand. Drie gedachten vanmorgen als we u bepalen bij de boodschap van Hebreeën 13, vers 20. De zegen van de grote herder. Allereerst zijn stem. Ten tweede zijn stap. En ten derde zijn hand. Een grote herder van schapen. Dat woordje groot staat dus in onze vertaling heel dicht bij de herder. Die herder is groot. En we weten wellicht, in het wereldgebeuren zijn er ook mensen die de naam groot hebben. Denk maar aan de kindermoordenaar, Herodes de Grote. Die dus erg in het kwaad groot geweest is. En er zijn mensen, ook in onze tijd, die we wereldgrote noemen. Die grootheidswaanzin hebben. Omdat ze denken, heel Europa is van mij. Er zijn ook mensen die in de wetenschap erg groot zijn. Moet u maar goed op letten, die zullen ook vaak in de dwalingen groot zijn. Maar als ze maar de grote herder van de schapen kennen. En daar gaat het vanmorgen over. En hij die maar niet door ons of door anderen de naam groot heeft gekregen. Hij is groot. God is groot, gemeente. En we begrijpen niet wat die allemaal doet. Maar groot, dat wil dus niet zeggen dat wij die grote God kunnen volgen in zijn leiding van deze grote wereld die in zulke grote zonden zijn gevallen, dat we ons alleen maar kunnen afvragen, waarom heeft die grote herder van de schapen ons niet overgegeven aan het goeddunken van ons eigen boze hart? Maar dat hij juist, omdat hij groot is in zichzelf, dat niet verborgen wilde laten, maar dat hij dat heeft geopenbaard. Onze belijdenis zegt het, gemeente, deze grote goede God is een overvloeiende fontein van al dat goede wat na de zondeval ons toch nog is gelaten. Zeker, dit aardse grote goed gaat voorbij. Maar God gaat niet voorbij. De tijd gaat snel en gaat ook voorbij. Maar ook onze levenstijden zijn in de hand van deze grote herder. En als we dan vanmorgen mogen horen dat in die Hebreeënbrief hij ons wordt getekend, te midden van allerlei
opwekkingen die heel belangrijk zijn. Maar waar het vooral om hem gaat. Die ook de jongens en meisjes wil leren dat we een herder nodig hebben. Want de duivel, gemeente, u bent er ongetwijfeld achter gekomen, is een vrede verleider. Maar Christus is een grote, goede leider. Wellicht weet u het wel uit Johannes 10, dat als het over de goede herder staat, dan wil het eigenlijk alleen maar zeggen, niemand is goed, ook niet tot één toe, maar er is maar één en dat is een unieke herder. Dus die grootheid van de Heer Jezus die hier wordt getekend, is unieke grootheid. Dat kunnen we dus niet in dimensies tekenen. Kunnen we ook ons niet indenken. Dat gaat ons verstand te boven. Maar die grootheid is er bij God te vinden. En dat wil hij aan die Joden die tot geloof zijn gekomen, op wie hij dit nu schrijft, wil hij dat meegeven. Laat niemand groot zijn in uw ogen dan hij alleen en anders geen. Hij is groot. En nu gaan we natuurlijk niet, gemeente, al die heerlijke deugden van Christus opnoemen. Daar heb je de catechisatie voor. Daar mogen we de catechismus vanmiddag iets over zeggen. Maar houd dat wel in uw gedachten. Als we nu weer zo naar de tekst terug zullen gaan. Als het over het grote gaat, dan mag u dus denken, God is ook groot in zijn gerechtigheid. En er kan niets van Gods wet en recht worden afgedaan. Er moet betaald worden. Ook de allerkleinste zonde, althans zo noemen wij dat. Maar die zijn in de ogen van God zijn groot. En daar moeten we mee zeggen, daar wordt die grote scheiding met God ons doorgetekend. Want wij zijn van God afgeweken. We hebben die grote, goede herder niet in gedachten willen houden. We hebben gedaan wat kwaad is in de ogen van God. En als God ons niet overgeeft aan het goeddunken van ons eigen boze hart, dan blijven we afwijken. Dan blijven onze eigen gedachten volgen. Blijven ons verheffen. Dat is zonde, gemeente, je verheffen. Maar nederig zijn en klein, daar is die grote herder nou groot voor om dat op te zoeken. Nou, zoals God groot is in zijn recht, mogen we ook zeggen, God is groot in zijn genade. Zijn hart is zo groot, dat omdat er niemand is die naar God vraagt, hij in zijn grote barmhartigheid, warmhartigheid, als een herder is die het verlorene zoekt. En u weet toch, gemeente, als dan zo'n verdwaald schaaf, denk aan het slot van Psalm 119, door die grote herder wordt gevonden, is het niet omdat zo'n schaap kon terugkeren, omdat de schaap zo hard heeft geblaat, maar wat die herder heeft gezocht. Dat Christus u zoekt, gemeente, als een grote herder van zijn schapen. Zwarte schapen misschien, afgedwaalde schapen. Maar dat hij dat is en blijft. En als hij dan met zijn grote, almachtige handen vasthoudt, zal niemand ze ook aan het einde van het leven uit zijn handen kunnen rukken. Zijn macht is groot en zijn trouw zal nooit vergaan. Wat is hij groot, gemeente? En als hij dan die boze heeft willen vermorselen zijn kop op Golgotha. En met paas is hij verkondigd dat hij dood en graf heeft overwonnen. Toont hij dan niet zijn grote almacht, dat hij alles kan? Nou, dan hebben we zomaar drie deugden van de Heere genoemd. En je zou natuurlijk nog veel meer kunnen zeggen.
Nou, doe dat thuis nog eens als je met de kinderen nou van napraat. Om eens te vragen, hoe groot is nou de Heere? Iemand vroeg het eens aan een van de kinderen. Maar God, die zo almachtig is, die alles kan. Toen zei dat kindje, één ding kan God niet. Eén ding kan God niet. Nou, vraag het eens aan je kinderen of ze thuis ook weten wat God dan niet kan. Maar deze grote herder van de schapen, de Heer Jezus Christus, die heeft ook zo'n sterke schouder, dat hij het kruis heeft gedragen en de schande die op hem is gekomen, heeft veracht. Zou u dan ook uw kruis niet kunnen dragen, als hij uw herder is? Hij wil toch uw last op zijn schouder nemen? En weet je wat er dan gebeurt als hij zijn lammetje op zijn schouders heeft gedragen? Of zoals de schrift ook zegt, als hij het aan zijn hart drukt, dan kan zo'n lam dat grote hart van die herder horen kloppen. En dan hoort hij die stem spreken. En dat heeft de Heer Jezus ook in Johannes 10 gezegd. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze, ik geef ze het eeuwige leven. Daaraan kunt u, kan jij dus weten of u zo'n schaap bent van deze grote herder. Dan hoor je zijn stem. Of we zien het wel eens bij ons op school. Als dan de school uitgaat, dan staan er veel moeders, soms ook wat vaders, om de kinderen op te wachten. Een schoolplein vol met kinderen. En binnen 2 minuten is het schoolplein weer leeg. Hoe kan dat? Hoe kan in deze grote wereld, waar zoveel verschillende mensen zijn, en misschien ook nog wel heel veel bokken zijn, die dus niet van Christus willen weten, hoe kan het dat al die mensen straks uiteen zullen gaan en dat de Heer zijn kerk zo bijeen zal brengen? Wel, die moeders, ze hoeven niet eens te spreken, die moeders die zijn en die kinderen zien het. En soms roepen die moeders, ze horen de stem van moeder. Nou, de grote herder wil vanmorgen met deze tekst u meegeven. Ik leef. En u die zo voor de dood vreest, u zult leven. Als u naar mijn stem luistert. Want ik ben dood geweest. Ik weet wat het is om te moeten sterven. Die laatste vijand. Ik weet van de schaduwen van de dood, zoals u de dood ingaat. Ik ben daar geweest. Maar ik heb die dood overwonnen. Dat heeft mijn Vader het recht opgegeven. En dat heb ik voor u de genade verworven. Als u niet weet hoe u voor God moet verschijnen. Schuil achter mij. Ik ben die grote herder van de schapen. Ik laat u alleen al, als ik u mijn naam laat verkondigen, horen. Ik ben een grote herder van schapen. Nou, daarom is dus terecht dat, als we over hem spreken vanmorgen, mogen zeggen, er is er maar één die groot is en die naam toekomt. En een herder kan niet zonder schapen zijn, gemeente. Hij wil niet zonder onderdanen zijn. Hij wil niet dat u verloren gaat. En hij laat u hier aan het slot van de Hebreeënbrief horen dat hij de grote herder van de schapen is. Nu dat tweede, want deze herder der schapen is in deze wereld gekomen, maar hij moest wel in die weg van de vernedering zijn bloed gaan storten, staat er. Dat betekent dat hij zijn leven heeft gegeven. En als wij het leven God hebben ontvangen. En God geeft u de gezondheid om zo'n kort poosje maar te arbeiden. Dan hoop je toch dat je tot zegen mag zijn. Welke taak u al heeft gehad, of nog heeft, of nog zult krijgen, daar mag je voor inzetten. Vanwege de zonde met allerlei gebrek. Ook de tijden van ziekte, ontslaat je niet van je roeping om van die grote herder
en van zijn bloed te mogen leven. Om zo te zeggen een bloedtransfusie te krijgen in tijden van als je het nodig hebt. Maar dat bloed van Jezus Christus, wat hij heeft gegeven, is niet alleen maar als een voorbeeld waar je iets van kunt leren. En als je Christus wilt navolgen door genade, dat je zijn voetstappen hoort, dat hij u voorgaat. Maar dat bloed is volgens de Hebreeënbrief met name het bloed wat is gegeven tot verzoening van uw zonden. En als hij zijn leven geeft, dan betekent dat dat hij zeker gekomen is voor zieken. Of ze nou bekeerd waren of niet bekeerd waren. Maar wie ook tot hem kwam, hij heeft ze niet uitgeworpen. Hij heeft niet gezegd, ja, lichaam is wel belangrijk, maar uw ziel is nog belangrijker. Dat is een eenheid, gemeente. En zolang je het leven mag ontvangen en als je ouder wordt en je kracht vergaat, dan besef je wel bijzonder dat als je zelf niet meer kunt helpen, dan moet je geholpen worden. Dan mag je dan dankbaar zijn als er mensen zijn die voor je lichaam en voor je ziel willen zorgen. Die je willen helpen, voeden, verzorgen. Dat is ook de taak immers van een herder. Een herder die roept, die spreekt tot zijn schapen, maar hij gaat ze ook voor. Hij brengt ze op de grazige weide. En hij weet wel waar het voedsel is te vinden. Nou, zo mag je leven, mag je zien dat Christus, als hij voor je gaat, u ook uw treden in zijn spoor moet zetten. Zijn stap dus moet kennen. Ook als u door een donker dal gaat, u kent het prachtige beeld van Psalm 23, en je ziet de herder in je leven niet, dat je dan toch mag opmerken, ja, maar hij baant een weg. En een herder heeft een staf. En in het donker kan ik die staf soms horen, soms voelen. Die herder heeft een stok die beschermt in het gevaar. Maar dat kan alleen omdat Christus een weg heeft gebaand die er van onze kant niet meer was. Een weg van boven naar beneden. En dan proberen wij wel een weg van beneden naar boven te gaan, in uw gebed bijvoorbeeld. En soms de vraag je af, heb ik eigenlijk al gebeden? Heb ik niet alleen maar als een spons in willen zuigen wat God mij moet geven? Maar God moet niets, gemeente. Wij moeten. En wij kunnen het niet, wij willen het niet. Maar deze, Christus wilde het wel. Hij wist dat hij moest komen om die kop van die slang te vermorselen, maar dat ook zijn verzenen vermorseld zouden worden. Nou, verzenen, jongens en meisjes, dat zijn je hielen. Er zit een pees, en als die pees geraakt wordt, dan ga je niet meer zo makkelijk met lopen. Denk eens aan Jacob, toen hij moest terugkeren naar het beloofde land. Hij had veel kudde achter zich, maar als nou die herder straks niet meer kan zijn, wie zal dan voor zijn kudde zorgen? Christus, gemeente. En Christus heeft hem opgezocht. Dus als je nou zorgen hebt voor de toekomst, Heer, hoe moet het met, als je nog nageslacht hebt, bezit hebt, hoe moet het, Heer, geef het in zijn handen. Want hij gaat u voor. Dat heeft hij immers aan zijn discipelen zelf gezegd. Toen hij de voeten van zijn discipelen ging wassen, ik heb u een voorbeeld nagelaten. Nou, als we hier de Heer Jezus zien dat hij een grote herder van schapen is die zijn bloed heeft gegeven. Zijn hart heeft gegeven. Dan heeft hij zijn hart gezet op de dingen van zijn vader. Nou, waar zet u uw hart op? Uw kinderen zetten toch hun hart op wat vader en moeder, opa en oma ze leren. Aangaande Christus en zijn werk. En zijn kerk. Nou, het hart van de Heer Jezus Christus is dat hij gekomen is om zijn schapen op te zoeken die weggeroofd waren. Denk maar aan Abraham,
toen hij Lot moest gaan bevrijden. Denk maar aan de Heer Jezus Christus, die zijn discipelen heeft gezocht terwijl ze bezig waren een hart op hun visserij hadden gezet, op hun geld in een tolhuisje hadden gezet, op zijn patiënt had gezet waar hij voor moest zorgen. En dan wordt het hart bekeerd. Omgekeerd, dat is toch bekering, gemeente. Dat je dan afvraagt, waar gaat mijn weg nou heen? Want ik kan wel eens een gekozen weg hebben, maar als aan het einde van die weg een pad van de dood is, en daarom de weg die naar boven leidt, dat is de weg van het gebed, gemeente. Dus als u de stappen van Christus drukt, dan zult u bidden als hij. En wat heeft hij gebeden? Ja, niet zoals wij, gemeente. Al wij kunnen niet eens bidden. Maar hij heeft gebeden. Uw wil geschieden. En hij heeft betaald, gemeente. Hij heeft, om zo te zeggen, tot aan het kruis de weg bepaald. Die weg is hij gewillig gegaan. Ook toen hij zijn voeten liet doorboren. Als we ons dat indenken, gemeente, zou je zeggen, dan hield de weg van Christus op. Maar het was geen doodlopende weg. Toen het bloed uit zijn handen en zijn voeten heeft gedruppeld op deze aarde, was dat plaatsvervangend, was dat verzoenend, was dat tot vergeving. Als we op wegen zijn gegaan, en misschien herinnert u zich wel, dat u op wegen bent geweest waarvan u zegt, dat was niet de weg van Christus, dat was niet de weg van de herder, gedwaald, soms bewust, onbewust, maar het was een weg zonder hem. Ik heb zijn stem niet gehoord. En de weg over de zegen is hij mij tegengekomen. Hij heeft mij opgehouden. Hij heeft mij omgekeerd. En wat ging er toen gebeuren? Nou, we zien het toch aan Paulus, gemeente. Toen Paulus het bloed van de christenen wilde vervolgen, heeft God zijn hart stilgezet. Beseft hij, ik moet straks voor God verschijnen, rekenschap afleggen voor God. En die God die ken ik niet, wie bent u, Heer? Hij ging bidden. Nou, dat is nou, gemeente, de stap van Christus drukken. Dat gebed van Christus gaan nabidden. De voorbeden waarin hij bij zijn vader pleit. Vader, u hebt ze tot mij gegeven. Ik wil dat ze bij mij zullen zijn. En als hij dat heeft gezegd, gemeente, heeft hij dat getoond als daar in Johannes op zijn eigen moeder wordt gewezen, die hem onder haar hart heeft verdragen. Dan wordt een medemoordenaar die met zijn vriend hem hebben gehoond, maar die aan het kruis hangt, terwijl zijn vriend niet vraagt, Heer, ach, ik hoef niet meer van het kruis af te komen. Maar als u maar aan mij gedenkt, als u in het koninkrijk zult gekomen zijn, en Christus heeft gezegd aan mij, hij heeft toen al Pasen mogen vieren, toen hij mocht gaan sterven. Het koninkrijk van de hemel ging open, hij heeft gezien, hij snelde zijn Heer na, de hemel in. Hij, de voorganger Christus. En daarom ook hij die het hoorde. Dat is je treden zetten in het spoor van het woord. U zult met mij in het paradijs zijn. O, wat een zaligheid niet is af te meten. Dat is een vreugde die de smart en de pijn, de herinnering van het verleden verbandt. Daar vergeet je wat van jezelf is. Dan mag je, zoals Maria dat heeft gedaan. En ze wilde het vasthouden, gemeente. Die dierbare voeten van de zaligmaker. Ze wilde, zoals ze dat heeft gedaan, niet alleen maar hem kussen, maar bij hem blijven. Maar ze moest nog weer de wereld in.
Als je dat indenkt, gemeente, wat dat nu wil zeggen, dat die herder een voetstap heeft, daar hij u nu voor wil gaan, dan is dat door de dood heen, dat is waar. Want hij moest zijn bloed geven, hij heeft zijn leven gegeven, maar het is een weg die niet bij de dood ophoudt. Hij leidt ten leven. Zeg, mijn discipelen, dat ik hen voorga. En dat ze in Galilea mij zullen zien. Hoort u het vanmorgen, gemeente? Hij wil uw herder zijn. Hij wil u voorgaan. Hij heeft een pad gebaand. Door zijn bloed. Een verse, een levende weg die naar boven leidt. Niet die naar de dood en het verderf leidt. Zult u uw voeten bewaren, gemeente? Voor waar ze gaan? Zult u uw hart bewaren? Waar uw hart op zet? Op wat u van die herder zult verwachten? Die, en er wordt van het bloed nog gezegd, het bloed van het eeuwige testament. Dat is immers zo. Als je oud gaat worden, dan ga je een testament opmaken. Hoef niet oud voor te zijn, gemeente. Ik las het van dominee Petrus Immens, die toen hij trouwde op die trouwdag zijn testament heeft opgemaakt. Wijs. Nou, wij mogen zijn geestelijk testament nog hebben in de boeken die hij nagelaten, die hij beschreven heeft over het werk van Christus. Maar een testament, dat wordt pas van kracht als de testamentmaker gestorven is. Dan gaat het testament open. En nu dat werk van de Heer Jezus Christus, zijn testament is opengegaan toen hij op die heerlijke paasdag is opgestaan uit de doden. Dat is nu het testament waarvan je kunt zeggen, het kwam uit de eeuwigheid. Toen Christus nog de tijd in moest gaan, toen heeft het immers al gezegd, dat hij zijn bloed zou geven, zijn leven zou geven, opdat God verheerlijkt zou worden, hoe je zalig kunt worden, op rechtsgronden, uit genade alleen, niet de offers die wij brengen. En laat je dan verdriet over je zonde hebben, gemeente. Het gaat niet anders dan in die weg. En laat het dan zijn dat je, als je op die verse levendige weg van het gebed gaat, dat je veel wilt bidden, omdat je veel bij de Heer wilt zijn, maar het is niet ons gebed, maar het is zijn gebed. Vanuit de eeuwigheid. En daarom mag u dat nu vanmorgen verkondigd worden. Dat testament, dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daar staan ze allemaal in geschreven wie ze schapen zijn. En die zijn stem horen, heel eenvoudig gezegd, die zijn bloed nodig hebben, die tegen die dood op kunnen zien. En doet de mens van nature niet, gemeten, want het is drievoudige dood. Over die eerste dood, die tijdelijke dood, kun je best bevreesd zijn en bang zijn. Dat mag ook wel. Het is een vijand, het hoort niet bij het leven. Maar nu gaat het wel om die geestelijke dood. Beseffen we, geloven we, dat Christus zijn leven heeft willen geven om u van geestelijk dood levend te maken. Dan kan je de zonde niet meer lief hebben. Dan wil je met die zonde breken. En daar staat dat bloed voor. Dat is het bloed tot verzoening van uw zonde. En dan zal hij ook bewaren, gemeente, voor die eeuwige dood. Die plaats buiten hem te zijn. Plaats waar alleen maar die bokken zijn. En wie zijn dat dan, gemeente? Ach, u weet toch wel hoe het staat in Matthäus. Dan zal hij zeggen, de schapen komt in, omdat ze aan zijn rechterhand zullen zijn. Hoe komen ze daar? Omdat hij vanuit die eeuwigheid heeft lief gehad, hier in de tijd zijn liefde, zijn hart heeft getoond, zijn verzoening heeft laten breken. En ze zijn tot hem getrokken. En hij zegt, kom nu maar verder, ga maar in. Ziet u ze dus gaan?
Ze gaan in de vreugde van hun herder. Hier. De schutskooi de kerk lief gekregen. En daar de schaapskooi in te gaan. En die bokkengemeente, hij zegt, gaat ook maar verder. Ze gingen verder van hem af. Dat is nou de verwerping, gemeente. Als je daarmee worstelt, dat je zegt, is het testament, sta ik daarin? U weet toch hoe professor wist dat zij, tegen die vrouw die vroeg, zou er nog niet eentje bij kunnen komen? Hij zegt, vrouw, dat kan echt niet. Maar omdat u dat vraagt, is dat een bewijs ervan dat u er al bij hoort. Want bokken, die willen niet bij Christus zijn. Iemand zei dus tegen mij, als mijn vrienden de hel zullen zijn, wil ik daar zijn. Zijn het geen vrienden meer, gemeente? Dat is de wereld, die gaat voorbij. Maar deze grote herder van de schapen, hij gaat u voor. Hij baant een weg. En hij zal het zeggen. Hij zegt het vanmorgen. Kom verder. Komt in de vreugde om eeuwig vrolijk te mogen zijn. En dat laatste nog, gemeente. Want als hij met dat bloed van het eeuwige testament uit de doden is wedergebracht, onze Heer Jezus Christus, dat zijn zijn namen. En ik zie vanwege de tijd, kan ik natuurlijk niet over die namen allemaal gaan uitbreiden. Doe dat tussen de middag maar eens. Als hij uw Heer is, geloof dan niet die macht van de boze, die meent heerschappij te hebben in deze wereld. Hij regeert. En als zijn naam Jezus is, is dat zijn persoonsnaam. Roep hem aan en zeg het, Heer, uw naam is zalig maken. U zult toch uw volk zalig maken. Laat mij van die grote kudde ook een schaap mogen zijn, Heer. Dat is uw naam. En die naam Christus zegt ermee, het is ook zijn werk. Als profeet. Hij spreekt vanmorgen. Als priester. Hij bidt vanmorgen. Aan de rechterhand van zijn vader. Als die hemels hoge priester. Hij doet uit zijn hemels tempel zalen. Zijn zegen nederdalen. En hij is koning. Dood en graf overwonnen. Kunnen wij niet, gemeente, maar hij kan het. Hij doet het. Hij zal het doen. Voor allen die in Christus Jezus zijn. O, wat is dat een goede hier, een koning. Die duivel is een vrede, vorst. Der duisternis. Van angsten. Maar hij is een vrede, vorst. Dat is het laatste wat we moeten zeggen. Want zijn hand. Als hij die hand ontsluit. Is dan ontfermend en weldadig. Zijn milde handen. Zijn vriendelijke ogen. Hij verwijt niet. Hij werpt die zonde weg. In zee van eeuwige vergetelheid. Omdat hij daarvoor betaald heeft. En die nu achter hem leren schuilen. Hoe klein hij zij of groot. De lammetjes worden in zijn armen vergaderd. De zogende draagt hij zachtjes. Er staat hier, gemeente, hij heeft ze wedergebracht. Je zou kunnen vertalen met een aanhaling in de tekst van Jesaja. Hij heeft ze opgebracht zoals Mozes, waarvan we gezongen hebben met Aaron. Dat volk uit de Rode Zee. Heeft opgebracht uit de diepte. Omhoog heeft gebracht. En de vrede farao met zijn volk, omdat ze daar niet hoorden, in die dode zee verdronken heeft. Toen heeft God zijn hand losgelaten. En een muur van water stortte in en zijn omgekomen. Maar zijn volk, droog voets, daardoor geleid. Zult u dus zien, als die doodsjordaan komt, o zeker christen, zegt Bunyan, het water steeg tot over de lippen bijna. Maar de levende hoop
deed hem zien op de grote herder. En bij Christine, zegt Bunyan, met een pijl van liefde in haar hart was het water zo laag. Ze kon er zomaar doorheen waden. Dus dat is verschillend gemeente, dat is waar. Maar het is zijn hand die vasthoudt. En het is die Christus die dat goede werk wat hij begon is, niet zal laten varen. Onze, zegt u het na vanmorgen? Mijn Heere Jezus Christus. En dan mogen we het begin van de tekst niet vergeten, gemeente. Dat is nou allemaal met goedkeuring van God de Vader. Dus als u zich afvraagt, is die hand nu ook vanmorgen naar mij uitgebreid? Dan zegt de Heere. En dat heeft de Heer Jezus getoond na zijn opstanding. Als hij zijn discipel opzoekt, achter de gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Vrede zij uw lieden. Niet zoals de wereld dat zegt. Maar de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dus dat is niet altijd een gevoel, gemeente. Dan kan je hart wel eens onvredig zijn, onrustig zijn. Maar de vrede die ligt in God. Om een voorbeeld te gebruiken. U weet wellicht, als je een schip hebt, heb je ook een anker nodig. Want je kunt niet overal aan de wal vast liggen met je scheepje. Je moet ook door de baren en de golven heen gaan. Maar er zijn soms plaatsen waar je, als je dan een anker uitwerpt, u weet niet in je hart, maar buiten jezelf, dan ligt dat scheepje vast. Maar dan moet je wel dat anker uit handen geven. En dan ligt dat scheepje weliswaar vast. Of zoals de Hebreeënbrief het ook zegt, dan wordt het in de hemelen. Met opgeheven handen zeg je, Heer, hier is mijn nood. Maar u bent nu in de hemel, u zit daar. Maar dan kan het scheepje dan vaak nog geen weer slingeren. Er is ook nog een tweede anker. Als het anker nou aan de achterzijde wordt uitgeworpen, dan ligt het scheepje vast. En de Hebreeënbrief zegt, gemeente, zijn nou twee ankers. Het anker van de belofte die ik u vanmorgen mag preken. Wie hij is. Hij is onze vrede. Vrede met God. Verzoening door het bloed van Christus. En dan kan een gelovige, als het ware, zoals een scheepje, wat weliswaar die ankerketting gespannen staat, kan dat scheepje heen en weer slingeren. Dan kan een schaap nog zo bang zijn, kan verward zitten in de struiken, kan bevreesd zijn door de aanvallen. Maar nou, dat tweede anker, zegt de Hebreeënbrief, het is niet alleen de God van de belofte, het is ook de God van de eed. In doop en avondmaal, gemeente, laat de Heere zien dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dan mag het water spreken tot verzoening. En het avondmaal mag dat ook zeggen, maar ook spreken van het heerlijke, het heilige leven met hem en de heerlijkmaking die de God van de vrede zal geven aan hen die hier geen rust en geen vrede kunnen vinden voor hun zonde, maar de vrede mag vinden in hem. Hij die die vrede van God wil doen afdalen in uw leven, in uw hart en uw huis. Straks zal die aarde vervuld worden van hem. De vredevorst is. En zal de strijd een einde zijn? Dan zullen ze daar mogen zijn waar geen duivel meer is, geen zonde meer zal aanklagen, maar waar de prins Immanuel mag zijn. Waar de vorst van het leven mag zijn. Wat is dat een heerlijk vooruitzicht, gemeente? Hij bewaart tot de heerlijkheid. Mag ik nou vanmorgen ook zeggen dat hij daarom is opgestaan als vrucht van Pasen. Dat nu de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die vrede is en vrede geeft, door Christus, uw grote herder, wil zijn zoals het voor al zijn schapen wil zijn. En dat op grond
van het bloed. Van het eeuwige testament. Hij uit de doden wedergebracht. En allen die in hem zullen zijn. Door onze Heer Jezus Christus met hem zullen zijn om die eeuwige plaats waar God verheerlijk zal worden. Hij, onze God en wij, het volk van zijn heerschappij. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Ootmoedig dank, Heren, dat we niet alleen aan de dag van gisteren, maar ook vandaag weer mogen zien dat ondanks al dat verdriet, de gevolgen van de zonde, de genade meerder is, krachtiger is, omdat het eeuwig is. En dat u daarom verheerlijkt wilt worden nu in de tijd. Dat is ook de enige grond waarop we kunnen bidden en pleiten, Heer, doe het. En u doet het ook. Maar zou u nog gebruik willen maken van het woord van deze dag? Ons daaruit doen leven. Dat poosje dat we hier nog mogen zijn. Als we nog jong zijn. Geef dat we u mogen kennen als herder. Opdat we geleid mogen worden in het woord. In die wereld waarin we leven. Maar ook als er andere omstandigheden in ons leven zijn die verdrietig zijn, dat we mogen zien dat u bent opgebracht uit de doden, teruggekeerd
in het eeuwige leven dat heeft verkondigd. Laat de prediking, Heere, tot zegen zijn. Vergeef het zondige wat er was. Als we straks nog de gelegenheid hebben om met elkander te ontmoeten en te spreken na de dienst, dat het goed mogen zijn. Wees in ons midden, Heere. Geef dat we ook andermaal op deze dag mogen luisteren wat dat dierbare geloof betekent in U, de grote herder der schapen. Neem ons in uw hoede, Heere. Hoort u ons gebed? Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 79, het zevende vers. En ik deel u nog mee dat straks bij het verlaten van de kerk de gelegenheid is uw gave voor de Heer af te zonderen. De eerste bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerkelijke kas en ook een extra collecte voor de schapen van de kerk, voor het LCJ. Ook die van harte bij u aanbevolen. We zingen onze slotzang 79 vers 7. En binnen het hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.